Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Lau Huiswerkbegeleiding. Het adres tegen huiswerkstress. Op de laan van Osseveld is zaterdagavond net na het viaduct een fietser aangereden door een automobilist. De opgeroepen traumahelikopter is uiteindelijk niet nodig gebleken. Er waren wel 3 ambulances ter plaatse. Het slachtoffer is met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis in Zwolle. En hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Maar er wordt ter plaatse nog onderzoek gedaan.